Hoi allemaal, ik heb een nieuwe video voor jullie en zoals jullie misschien weten maak ik elke maand een video met mijn favoriete producten. Maar ik dacht, eigenlijk laat ik nooit producten zien die ik niet fijn vind. En toen kwam ik eigenlijk op het idee om een missers video van 2015 te maken. En daarin wil ik dus producten gaan laten zien die ik niet fijn vond en ik heb gewoon het jaar 2015 genomen. Ik heb alles verzameld. Het valt op zich nog wel mee qua product. Ik heb hier alles even ingestopt. Ik schrijf eigenlijk altijd wel over deze producten op mijn blog. Maar misschien zijn er ook wel YouTube-kijkers die mijn blog niet volgen. Dus ik dacht, laten we het gewoon even in een video gaan bekijken. Zodat jullie kunnen zien welke producten ik dus absoluut niet fijn vond. Dus als je benieuwd bent naar de producten, kijk eventjes gezellig mee. Ik hoop dat jullie het allemaal een beetje goed kunnen zien, want het is echt super regenachtig terwijl ik deze video aan het opnemen ben. Dus qua licht is het dan alweer moeilijk. Dus ik hoop dat jullie het allemaal goed kunnen zien. Ik begin eventjes met deze lakjes van Essence. En dit zijn de gel lakjes. De gel Nail Polish Top Coat. En de Base Coat. En deze werken zonder lamp. Die zijn afgelopen jaar, dus of 2015, in het assortiment gekomen. En ik was hier super benieuwd naar. Omdat ik dus eigenlijk ook al niet echt heel erg enthousiast was over die nagellak die je met die lamp moest aanbrengen. Dacht ik, nou, dit is waarschijnlijk is het een stuk beter en makkelijker. En het werkt echt super makkelijk. Alleen het blijft gewoon helemaal niet zo lang zitten. Ik heb echt toch vaak na een paar uur nadat ik het heb aangebracht, gewoon echt al wel weer chips in mijn nagels zitten. En dat het er alweer afgaat. En ja, het laat los. Ik vind het gewoon niet zo heel erg top. Natuurlijk kun je de kleuren nagellak ook gewoon los gebruiken. En dat vind ik dan wel beter werken zonder deze top en base coat. Maar die top en base coat, dat vind ik gewoon niet echt een toevoeging. Omdat de nagellak gewoon echt niet langer blijft zitten. Dan heb ik deze twee blushjes van Miss Porty. Dit zijn de Oh Blushed Again. En dit is de Sienna. Dit is een lichtere kleur. En dan heb ik hier ook de kleur Russian Doll. Dit is een wat donkere kleur. Ze zien er heel schattig uit. De verpakking, daar was ik al niet helemaal kapot van. Omdat het met zo'n losse deksel werkt. En ten tweede, er komt gewoon heel weinig pigment af. Ik vind ze te licht. Dus in dat opzicht dan denk ik ook wel van ja, misschien is dan Miss Porty toch wel weer meer voor de wat jongere mensen. Dus ja, weet je, als je nog naar school of zo gaat en je wilt je niet zo zwaar opmaken, zijn deze blusjes hartstikke geschikt. Maar ja, ik vind ze voor mezelf gewoon niet zo tof, omdat ik ze gewoon niet goed zie. Dan heb ik deze twee producten uit de Essence Eye Ariba collectie. Dit is een blush en hij ziet er echt super leuk uit. Dat moet ik wel toegeven. Super mooi met die kleurtjes, maar het pigment is gewoon niet zo heel erg geweldig. Ook vind ik die combinatie met dat paars erin gewoon niet zo tof. Ik vond het gewoon niet echt heel erg mooi op mijn gezicht zichtbaar, zeg maar. Ik vind ze dan toch vaak te licht. En voor mij mag een blush best wel wat pigment hebben. En datzelfde geldt eigenlijk voor deze oogschaduw. Ten eerste vind ik het al super irritant dat ze hier een sticker over of een plakbandje overheen hebben gedaan. Dus dat het hele doosje pikt aan alle kanten. Nou goed, dat is dan nog het doosje. En ook deze kleur ziet er weer super schattig uit. Maar dan, ja, als we weer naar het pigment kijken, is het gewoon veel te licht. Dus voor mij vond ik deze ook weer dan. Ja, gewoon helemaal niks. Dan heb ik deze Morning Baby BB Cream. Dit is de gewone BB. Dit is de roze variant. Ze hebben er twee varianten. De blauwe, die is super, maar deze vond ik iets minder. Ik vind hem heel dun. De structuur is gewoon heel erg dun. Je kunt hem ook. Ik weet niet of jullie het kunnen horen, maar je kunt horen als je schudt hoe vloeibaar die is. Vind ik dus totaal niet fijn. Ik vind toch als er een beetje dikte in zit, vind ik het wel gewoon beter. Want deze droop gewoon helemaal van mijn hand af toen ik hem had aangebracht om hem daarna op mijn gezicht aan te brengen.
En natuurlijk is een BB cream wel wat dunner qua structuur als dat je een foundation hebt. Maar nee, deze die vond ik gewoon ja, echt niet geweldig. Dan heb ik deze twee nagellakjes van Essence. Dit zijn de French Manicure lakjes. Dus So French. En ik ben dol op French Manicure. En ik was eigenlijk heel blij dat ik deze toen zag dat deze in de collectie kwamen. En toen ging ik ze testen en ze waren zo licht. De witte kleur, daar komt gewoon echt geen wit van af. Hij vult echt totaal niet. Ik ben iemand die dan ook echt met de verschillende kleuren aan de gang wil gaan. En dat, ja, deze die nee, helemaal niks. Het is gewoon veel te licht. Deze gaf nog wel heel ietsjes dekking. Maar als ik dan kijk naar andere merken, heb ik gewoon betere French manicure nagellakjes getest. En die zijn dan gewoon een stuk beter dan deze. Dus dit vond ik echt een flop. Dan heb ik deze foundation van de HEMA. En dit is kleur nummer 3. En deze is gewoon veel te donker. Ik kan hem wel mengen met een lichtere kleur. Maar om hem zo te gebruiken vind ik hem te donker. Ook ben ik niet helemaal weg van dit systeem. Het tube flaconnetje. Ik heb altijd liever een pompje. Zodat ik gewoon. Ja, dat vind ik gewoon hygiënischer werken. Dit vind ik gewoon minder hygiënisch. En ik vind de kleur eigenlijk gewoon veel te donker. Dan heb ik deze foundation van Catrice. Dit is de Velvet Finish Foundation met hyaluron. En deze is ook gewoon te donker voor mijn huid. Ja, het valt gewoon meteen op als ik deze heb aangebracht hoe donker die is. Dus dit was gewoon ook geen toppetje. Dan heb ik deze twee blushes van Catrice. Dit zijn de Multi-Matte blushes. Dit is de kleur La Lavender. En hij ziet er vrij donker uit. Maar hij is gewoon super licht als ik hem heb aangebracht. En dit is dan de kleur Love Rosie. En ook deze is gewoon veel te licht. Er zit gewoon veel te weinig pigment in. Dus wat dat betreft heeft Catrice dan voor mij de plank wel weer een beetje misgeslagen met deze blushes. Dan heb ik deze twee topcoats van de HEMA. En dit is een gewone glitter topcoat. En dit is meer een polka dots. Topcoat dots. Nou ja, dit zijn meer van die bolletjes. Het aanbrengen is echt een drama. Want als je gewoon gaat vegen, zeg maar, hoe je normaal je nagels lakt, dat je het gewoon uit gaat vegen. Dat hoef je met deze al niet te doen, want er blijft geen dot op je nagel zitten. En datzelfde effect heb ik dus ook met die glitters. Ik vind het aanbrengen ervan gewoon niet soepel genoeg gaan. Want ja, als je dus op de normale manier doet, dan veeg je gewoon alles er weer af. Dus nee, ik vind dit niet zo'n heel geweldige combinatie. Ook het eraf halen van deze topcoats is gewoon wat lastiger. Omdat je heel snel blijft plakken met je watje dus aan je nagel. En dan heb ik ook geprobeerd om in zo'n potje te doen. Die we waarschijnlijk wel kennen. Dat je je nagel gewoon in het potje kan doen. En dat je moet draaien. En de nagellak die eronder zit gaat er prima af. En die glitters en die dots die blijven zitten. Dus nee, ik vind het helemaal niks. Dan heb ik deze mascara. Dit is de Jetless Speed Volume Mascara van Catrice. En deze vond ik helemaal niet fijn. Omdat hij eigenlijk heel moeilijk de binnenste wimpers ook raakt. Ook geeft hij helemaal niet zoveel volume als dat hij belooft. Wel is hij intens zwart. Maar wat hij belooft, dat doet hij dus niet. Dus daarom vind ik het ook absoluut geen fijn product. Dan heb ik deze oogschaduw. Dit is een oogschaduw van Catrice uit de limited editie Nomadic Trace. Het is een poederoogschaduw. En hij ziet er best wel mooi uit. Maar het valt heel erg tegen omdat het pigment eigenlijk heel erg zacht is. De kleur die komt niet mooi tot z'n recht. Dus daarom vond ik het ook niet zo'n heel fijn product. Dan heb ik deze Bouncy oogschaduw van Catrice. En deze komt uit een limited editie uit de Sense of Simplicity. En dit is een bouncy oogschaduw, zoals ik al eerder zei. Ik heb voor een roze kleur gekozen, maar hij is wit. Er komt helemaal geen roze kleur van af, want als je hem aanbrengt, blijft hij gewoon wit. Dat vond ik heel erg jammer. Daarom vind ik het ook gewoon geen fijn product. Want dan denk ik, ja, als ik hem wit had willen hebben, dan had ik wel voor een ander oogschaduwtje gegaan. Ik wou graag een roze en hij is wit, dus daarom vond ik het helemaal niks.
Dan heb ik deze nagellak van Essence. En hier zit een verhaaltje achter. Dit is de No Makeup Look nagellak van Essence. En ik ging deze heel vrolijk aanbrengen om te testen. En hij gaf heel weinig pigment. De kleur was veel te licht. Ik bleef mijn eigen nagels er doorheen zien. Nou, daar hou ik dus totaal niet van. Want ik heb altijd zoiets. Een nagellak moet voor mij heel mooi dekkend zijn. Dus ik was er helemaal niet enthousiast over in mijn review. En toen zag ik dus later bij een andere blogger die ik volg. Die had ook zo'n nagellakje uit deze collectie gebruikt. En die had wel heel veel kleur. Het bleek dus dat je er een witte basis onder moet gebruiken. En dan dekt hij dus wel. Dus ik heb hem er wel even bij gedaan. Maar inmiddels vind ik hem wel fijner. Omdat je dus die witte nagellakbasis eronder moet gebruiken. En dit kan gewoon een witte kleur zijn. Ook kun je de Color Booster van Essence gebruiken. En dan geeft hij ineens wel heel veel kleur. Dus dat is een beetje een trucje achter deze nagellak. Het laatste product is een product waar menig blogger over geschreven heeft. En dat was ook allemaal niet positief. En dan heb ik het over dit oogschaduwpalet van Catrice uit de Limited Edition, de Caviar Couch. En het ziet er heel strak uit. Het is een heel strak paletje met ja, dat witte en die gouden details erop. Ook zit er hier nog zo'n soort trekdingetje waarom je makkelijk open kunt maken. Dus dat ziet er allemaal super mooi uit. Ook de binnenkant ziet er nog best wel strak uit, moet ik zeggen. Met het potloodje en de applicator, de kleuren, een bronsertje en een poeder. Maar dan gaan we het toch weer over het pigment hebben. En het pigment is echt dramatisch. De kleuren zijn zo weldadig licht dat je er eigenlijk geen mooie looks mee kunt maken. Dus dat was zo zonde, want het waren nog best wel dure paletjes. En het was zo slechte kwaliteit. Ook vond ik het heel erg jammer, omdat Catrice normaal altijd best wel goede producten heeft. En ja, voor dit paletje had ik echt veel meer verwacht, omdat hij dus gaf. Dus dit was echt de grootste misser van 2015, als je het mij vraagt, in mijn ogen. Dit waren dan alweer de missies van 2015. Gelukkig viel het qua producten nog wel mee. Want eigenlijk als ik het afstreep tegen de producten die wel heel fijn zijn, is dit maar een minimaal deel. Er waren veel meer producten die goed waren dan slecht. Dus dat is dan wel weer een heel groot pluspunt. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal en je wilt op de hoogte blijven van de nieuwste video's, kun je je gratis abonneren op mijn kanaal. Voor nu wil ik jullie gewoon heel erg bedanken voor het kijken en ik zie jullie gewoon heel snel weer. Tot de volgende video. Doeg!